Deze keer sta ik niet alleen in de keuken, maar samen met Saakje. Superleuk dat je er bent. Dank je wel. Je hebt iets heel erg tofs meegenomen. Vertel, wat is het? Ja, het is mijn eigen bakblik. Hoe cool. Ja, vet hè? En hoe heet die? Ja, het heet dus de Bakpunt. En hoe ben je ooit op het idee gekomen om zelf een bakvorm te gaan ontwikkelen? Nou, dat was echt een droom. Ik wilde zo graag een eigen bakblik maken. En toen dacht ik, ja, wat voeg ik dan toe aan al die wereld van al die bakvormen die er al zijn, al die fantastische tulbanden. Dacht ik, nou, dan maak ik wel een cakeblik, want die is altijd saai. Dus dan wil ik een mooi cakeblik maken. Ja, en het is, iedereen bakt een cake, dus dat is wel een van de eerste cakevormen. Ja, dat kan iedereen. Ik vind hem heel tof. Kan je vertellen hoe dat gegaan is? Je bedenkt, ik wil een bakvorm. Hoe gaat dat proces? Ja, dat is best wel, wel intens, zo'n proces. Het is niet zeg maar dat je denkt, oh, ik schets even wat en dan hup, mooi, de dag daarna staat hij zeg maar in de schuur, is hij geleverd. Nee, ik had zeg maar, eerst gaat natuurlijk dat ontwerpen, is natuurlijk al best wel een proces. Maar dat heb je helemaal zelf gedaan ook? Ja, helemaal zelf. Ja, ik dacht, ja, als je dan een cakeblik maakt, dan moet het natuurlijk niet meer die saaie cake zijn die we altijd hebben. Dus dacht ik, ja, hoe vet is het als je er taartpuntjes van kunt snijden en dat je uiteindelijk dus een taart ervan kunt bouwen. Dus dat is zeg maar het ene stuk van het hele proces, dus dat ontwerpen. Maar dan moet die nog gemaakt worden. Klopt, ja. Toen dacht ik, hoe ga ik dat nou weer aanpakken? Dus toen heb ik een crowdfunding opgezet. En toen dacht ik, ja, als ik nou vast allemaal mensen weet bereid te vinden om dat ding van mij te kopen, dan lukt het me vast wel om het te produceren. Want dan hoef ik niet die bulk geld eerst zelf voor te schieten. Dus toen had ik iedereen gevraagd, nou, vind je dit leuk? En toen dacht ik, nou weet je wat, ik heb eigenlijk nog een partij nodig. Toen ben ik bij Bauhaus gekomen. En zij zei van, nou, als je crowdfunding haalt, dan doen wij mee en dan gaan we ook je helpen. Dus toen is het eindelijk gelukt. Ja. Ja, en nu is het zover. Hij is er en hij ligt bij Bauhaus. Ja. En wij gaan er vandaag iets lekkers in bakken. Zeker. En ik heb er eigenlijk wel heel veel zin in, dus zullen we er gewoon aan gaan beginnen? Ja, gaan we doen. Ja. Top. Ik vind dat wel handig om in te vetten gewoon met bakspray. Je kan natuurlijk dit met een kwastje doen en gesmolten boter. Maar dit gaat echt 100 keer sneller. Dus gewoon even zo. En dan hoef je straks ook niet meer... Nou, dat is het. Top. Doe jij het beslag? Ja, de oven staat al aan. We hebben het rooster iets onder het midden van de oven gedaan. En ik heb hier de boter, die is op kamertemperatuur. Ja, we hebben een recept van jou gemaakt dat echt super lekker trouwens is met die amandelspijs. Top. Dat is echt fantastisch. Ja, dit is wel het geheime ingrediënt van de cake, het amandelspijs. Dat geeft hem en heel veel smaak en het maakt een extra lekker smeuige textuur. Er gaat de bastardsuiker erbij. Klein beetje zout erbij. En wat vanille-extract. Ja, dat maakt hem nog extra lekker. Zo. En dan mag deze mooi luchtig geklopt worden. Nou, dit ziet er al mooi romig uit. Ja, dan kan het eerste eitje erbij. En dan steeds eitje voor eitje. Dus niet in één keer alle eieren erbij gooien, want dan wordt het niet mooi. Even goed doorkloppen als de ei erin zit. Want teamwork zo. Ja, goed, zo dit samen maken. Ja. Ja, misschien zou dat randje nog even erbij doen. Die erbij. Oh, jij ruikt ook helemaal de amandel. Ja, die amandel, ja, dat zit ik lekker, ook net. Ja. Dit is echt super mooi romig geworden. Ja, lekker beslagje. Dus die gaat uit de mixer. En dan hebben we eigenlijk alleen nog de bloem en het bakpoeder die erbij mogen. Ja, laten we dat er lekker spatelen. Dan, zo. Erbij. En de bakpoeder. Ja, mag ik dit doen? Ja, zeker. Ja, het is toch een beetje jouw cake, hè? Ja, ja, ja. Nou, probeer dit vooral een beetje rustig te doen, dat je niet al die lucht er weer uit... Het is jammer dat jullie het niet kunnen ruiken, want het ruikt heel lekker hier naar vanille en amandelspijs. Zal ik het lekker inscheppen? Ja, doe. Ja, probeer dat een beetje te verdelen, maar op zich loopt cake natuurlijk zelf wel uit. Maar... Zeker als de boter in zit, ja. 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 En je hebt laatst ook de langste cake van Groningen gebakken, toch? Ja, klopt. Ja, ik heb het zo genoemd, hè. Ik weet niet of het echt de langste cake van Groningen was. Ik zou het gewoon zo laten. Maar hoe lang was die? 15 meter. Ja. 15 meter bakpunt voor een cake. Dus het waren 45 cakes. Wow. Ja, en ook niet allemaal dezelfde. Hè? Het waren niet gewoon allemaal van die droge classic cakes, maar gewoon het had worteltjes daartussen. Lekker met frambozen, ganache. En nou ja, het was echt best wel een klus. Maar, het klinkt goed. En wie heeft hem opgegeten? Ja, alle mensen die zeg maar mee hadden gedaan in die crowdfunding. Die heb ik uitgenodigd en ze vragen van nou help me opeten. En dat ik direct natuurlijk een leuk feest. Dacht ik, ja, ik moet wel lancering houden.
Heel tof. Nou, als je mensen vraagt om te helpen opeten, dan komen lukt ze meestal, meestal wel. Ja. Ja. Ja, die mag de oven in. Ja, gaan we doen. En ik ga deze aflikken. Cake is uit de oven, maar wat wel handig is, als je voordat je gaat storten, voor 10 minuten laat staan en dan kun je het blik wel achter aanraken met een theedoek en dan kun je mooi storten. Ja, dan komt hij er echt super strak uit. Ja, tof. En weet je wat ik leuk dan vind? Ja, je kan het natuurlijk zo doen of met een beetje poedersuiker overheen, maar ik vind het altijd wel lekker om te vullen. Dus ik ga hem even door de midden snijden. Tof. Ga ik, want we gaan er echt een feestcake van maken. Ik ga wat simpel glazuur maken met wat citroensap en poedersuiker. En dan kunnen we straks dat over de cake ook heen doen. Dan leg je voorzichtig die bovenkant eraf. Kijk. Zo. En dan, ik heb hier een lekkere passievruchtenkeurt. Maar als je bijvoorbeeld nog een jam hebt of iets anders lekker wat je, nou ja, noem wat, lemonkeurt. Ja, er is zoiets. Heel veel lekker tussen of een, natuurlijk. Of een botercrempje kun je ook prima ertussen doen. Dat smeer je dan zo lekker ertussen. Ja, ik zou zelf nooit een hele dikke laag doen. Als je bijvoorbeeld heel veel slagroom tussen doet, heb je natuurlijk een hele grote kans dat hij dan zo uit elkaar gaat. Maar ja, dat is natuurlijk met taart altijd zo. Maar als je hem daarna gaat snijden, dan gaat hij wat meer wiebelen natuurlijk. Ja, klopt. Maar dus dit ziet er heel lekker uit, zo'n laagje. Als je een beetje steady wil, dan... Zo, en leg je weer bovenop. Een beetje een kruimeltje aan de kant. Ja, en dat glazuurtje, zo in dit geval, want we gaan met leuke spikkels en zo gaan we doen. Kijk, ik heb hele toffe. Supercool. Dat wordt een echte feestcake. Ja. Ik heb hier het glazuur. Niet te dik. Nee, best wel dun. Ja. Want en jou de eer? Ja, dan verdeel je lekker. Ja, dit wordt echt een rommeltje. Maar goed, dat gaan we gewoon doen zo. Kijk, en je ziet al, hij loopt als een gek. Maar dat is juist goed. En je kan ook... Kijk, eerst denk je, jezus, wat gebeurt hier allemaal? Het ziet er wel gelijk extra mooi uit met het glazuur, hè? Ja. Nou, hij ziet er mooi uit. Ja. Een paar mooie druipers. Ja, en nu wordt het natuurlijk echt, hè? Wil jij dit doen? Nee, ga je gewoon. Weet je zeker? Ja. Oké, nou, komt-ie, hè? Let op, jongens. Nu komt echt overal spikkels. Ja, het idee is dat natuurlijk overal gewoon een dun laagje komt. En dan die extra, die komen er wel weer af. Ja, het ziet er wel in één keer heel feestelijk uit. Ja, genoeg? Ja, ik denk het wel. Ja. Maar... Nu is het een cake. Ja, we moeten natuurlijk nog een taart maken. Ja. Ja, ik zou hem wel heel eventjes laten dat het glazuur een beetje bekomt. Mm-hmm. En dan gaan we hem lekker zo aansnijden. Ga ik wat slagroom pakken nog voor kleine toefjes? Ja, dat doen we. En dan gaan we dat taart van maken. Ja, het glazuur is stevig en we hebben er nog wat toefjes slagroom op gedaan. Ja, maak er maar taart van. Ja, zal ik gaan snijden? Dan mag jij ze, ja, mag jij ze neerleggen, ja? Het eerste puntje. Ja, het zijn dus 12 puntjes. En ik zet ze gewoon als een taart tegen elkaar? Ja, gewoon bouwen. Dit is wel heel tof bedacht, hoor. Dankjewel. Welke smaak maak je het liefst erin zelf? Ja, ik vind toch altijd een worteltjestaart wel heel lekker. Oeh, ja. Dat is ook echt zo allemans vriend. Of gewoon lekkere appelcake. En dan kun je ook nog met bijvoorbeeld karamel saus eroverheen doen. Ik vind het wel heel tof ook als je ze zo neerzet dat die hoogtes lekker wisselen. Ja, dat maakt wel echt een beetje speels. En dan de laatste. Oh ja, wat nog wel een tip is trouwens. Want soms heb je mensen die bakken wel een cake dan. Ja, deze mogen gewoon erbij hoor. Maar dan bouwen ze een cake en dan komt er zo'n beeld op de onderkant. Wat, nou ja, wat de beste kan overkomen. Ja. Wat helemaal niet zo erg is. Maar als je daar een taart van bouwt, snijd je die eerst dan eventjes af. Want dan word je mooi recht. En dat dan heb je niet dat je taart zo omkukelt. Ja. Ja, nu is het wel echt een feest. Ja. Tof, hij is heel mooi geworden. Ik vind het superleuk dat je hier vandaag was om samen met mij te bakken. Heb je al plannen voor een nieuwe bakvorm? Nee, eerst maar even met deze genieten. Nou ja, ik zou zeggen gewoon iedereen aan de bakpunt bakvorm. En geniet van deze lekkere taart. Thanks, leuk dat je er was. Dank je. Zo'n puntje nemen. Ja, gaan we doen.